Hey, daar ben ik weer. Dit is de tweede aflevering van de Dingen Duiden podcast en ik ben Suzanne Link. In de vorige aflevering stel ik mezelf uitgebreid voor, dus luister die even terug als je meer over mij wilt weten. En in deze podcast ga ik iedere week een nieuw onderwerp bespreken, gewoon wat ik interessant vind of wat mij op dat moment bezighoudt. Van wetenschappelijke concepten tot leuke series die ik heb gekeken, het kan echt van alles zijn. Soms is dat met een gast, maar meestal doe ik het gewoon lekker zelf. En op mijn site suzandulling.nl vind je altijd de show notes van de podcast. En daar kun je mij ook steunen. Je vindt daar een prachtige button naar bol.com. Als je daar iets wilt bestellen, klik dan even op die link. En ik krijg dan een klein percentage. En dat kost jou verder niks extra's. Of steun mij op Patreon. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Want ik doe verder niet aan advertenties op mijn site of bij mijn podcast. Maar zo kan ik er wel mee blijven doorgaan. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. En vandaag is het dus de tweede aflevering en ik ga een wat persoonlijker thema behandelen. Dus veel luisterplezier. Het thema dat ik in deze podcast wil behandelen is skin positivity. Ik heb zelf behoorlijk last van acne gehad en uh, ik heb dat steeds beter leren accepteren. En ik probeer daar ook steeds opener over te schrijven en praten... En vorig jaar in augustus in 2017 schreef ik daar ook een uitgebreid artikel over op mijn blog. Over mijn ervaring met acne. En afgelopen maand kwam daar opeens heel veel aandacht voor in de media. Omdat de skin positivity trend aan het op opkomen is. En dat was wel leuk, want in juli. Afgelopen zomer was ik in Japan in Osaka. En toen werd ik benaderd door een redacteur van de Volkskrant. Hij wilde mij interviewen over deze trend en mijn ervaring met acne. Hij had waarschijnlijk mijn uh, artikel gevonden op het internet. En in augustus, dus een maand later, werd het artikel ook gepubliceerd in de Volkskrant. En zoals dat dan vaak gaat, dan pikken andere media dat ook gelijk weer op. Dus diezelfde dag werd ik ook nog uh, gebeld door Editie NL voor de website en voor hun televisieprogramma. En ik werd een dag later ook geïnterviewd door Fun X Radio. Dus allemaal over mijn acne en mijn ervaringen daarmee. Nou, en waarom is dat nou zo bijzonder? Ik ben namelijk 29 jaar oud en ik heb nog steeds last van puistjes. En daar verbazen sommige mensen zich over. Maar het komt eigenlijk best wel voor, vaak voor dat volwassen mensen en vooral vrouwen nog last hebben van puistjes. Het begon voor mij rond mijn dertiende in de puberteit en dat is natuurlijk best wel normaal. En ik kreeg op een gegeven moment de Diane-pil, speciaal tegen acne. Uh, dat was rond mijn veertiende of vijftiende om de puisjes in bedwang te houden. En dat ging eigenlijk best wel goed. Totdat ik op mijn achttiende eigenlijk wilde stoppen met de pil. Want ik dacht, ik wil wel eens kijken hoe het is zonder al die hormonen. Maar na een half jaar kwamen de puisjes toen behoorlijk terug en toen besloot ik maar weer te beginnen met de pil. En toen begon eigenlijk het lastige verhaal, want toen gingen ze niet meer zo makkelijk weg. Toen begon ik ook op advies van de huisarts met allemaal soorten crampjes en nog een heftige antibiotica-kuur. En gelukkig hielp dat op dat moment wel. Maar ik kreeg in die tijd ook last van darmklachten. Uh, zelf denk ik dat dat mede komt door uh, de antibiotica-kuur. Maar ik ging, ik, ik, dat is natuurlijk nooit echt te bewijzen, maar ik ging op dat moment ook op zoek naar een eetpatroon wat mij daarbij hielp. En ik ging, ik ging me helemaal focussen op gezonde voeding en het, uiteindelijk kwam ik ook bij paleodieet terecht. Dat was denk ik toen ik uh, twintig was. En um, een paar jaar later, ik zat helemaal in de gezonde voeding en ik was helemaal overtuigd dat ik het helemaal goed deed... Wilde ik weer stoppen met de pil? Ik wilde stoppen met die hormonen. Ik dacht, nou, mijn huid zal nu wel goed blijven, want ik eet zo gezond. Maar dat was echt fout gedacht. Het kwam gewoon weer keihard terug. Het, ik zat helemaal onder de buisjes. Ik was 24. En uh, ja, ik dacht, ik nu, nu wil ik ook geen medicatie meer. Ik wil het gewoon op de natuurlijke manier oplossen. En dat heeft dus echt jaren geduurd. Uh, ik schaamde me er enorm voor, enorm voor en ik voelde me heel erg onzeker erdoor. Zeker omdat ik al 24 was en ik werkte al. En uh, ja, ik voelde me ook wel schuldig, want ik had op dat moment een blog over gezonde voeding. En ik had dus last van puistjes. Dus ik dacht, nou ja, je kunt niet een blog over gezonde voeding hebben en acne hebben. Je moet er dan ook wel super gezond uitzien. En ik droeg, droeg ook steeds vaker make-up. En ik vond mezelf gewoon lelijk. Dus dat. Uh, ja, ik denk dat ik mezelf daar ook heel erg mee heb gekweld. Gelukkig heb ik uiteindelijk wel een, uh, een weg gevonden die voor mij werkt. Ik heb nu eigenlijk. Ja, bijna geen last meer van heftige acne. En ik heb ook geen last meer van mijn darmen. En ik heb nu hele fijne verzorging voor mijn huid. Ik eet overigens ook helemaal niet meer volgens de paleo-richtlijnen. Uh, um, ja, ik, uh, ik denk dat ik misschien omdat ik gewoon ouder ben geworden, waardoor mijn darmen en mijn hormonen weer beter zijn geworden, ik weet het niet. Maar ik ben er ook gewoon wat relaxter onder geworden, misschien heeft dat ook wel geholpen. En het is ook overigens, overigens niet bewezen dat voeding invloed heeft op je acne, maar um, ja, dat dacht ik, dat hoopte ik misschien. Maar ik heb wel het idee dat dat gewoon een betere ja, hormoonbalans of een betere. lekkerder in mijn vel zitten, me ook heeft geholpen weer om de acne te verminderen. Uh, wil je mijn hele verhaal lezen daarover? Dan kun je dus dat artikel lezen. Uh, dat staat dus op suzandeling.nl/slash mijn Mijn-acne-verhaal. Streepje streepje en in de tussentijd kwam ook de body positivity trend op. Uh, dat is eigenlijk een tegenbeweging op social media. Uh, naar de standaard mooie dames in de media. Dus wat standaard als mooi wordt gezien. Dus slank en sexy en sterk gefotoshopt. En de body positivity trend wil eigenlijk ja, een statement maken dat alle vrouwen in alle vormen het waard zijn. En ze zijn gewoon mooi en slim en waardevol zoals wij zijn. En uh, we hoeven niet allemaal slank en sexy te zijn, zeg maar. En de body positivity trend die richt zich vooral op vrouwen, maar het geldt natuurlijk ook voor mannen. Er is wel kritiek op die trend en dat is namelijk dat overgewicht zou worden gepromoot. Het zou ervoor zorgen dat mensen minder moeite zouden doen om op een gezond gewicht te blijven. Dat je gewoon lekker dik mag zijn, dat maakt allemaal niet uit. Maar als je dat zegt, dan mis je wel het punt van de body positivity trend. Het gaat helemaal niet om het stimuleren van dikke worden, maar om acceptatie van diversiteit. En uh, dus niet alleen maar dik, maar ook slank of gespierd, groot of klein. We hoeven niet allemaal dik te zijn, maar alles is oké. Okay. En wat wel interessant is, is dat eigenlijk sowieso wel wordt gepleit uh, voor meer diversiteit en minder perfectie in de media. En eigenlijk geldt dat dus nu ook voor huidproblemen. En dat werd vooral bekend doordat beroemdheden ook hun acne-huid lieten zien. Uh, zoals Kendall Jenner en Justin Bieber. Volgens mij liet Justin Bieber op Snapchat uh, zijn uh, puistjes zien. Nu was dat echt helemaal niet zo heel heftig. Maar toch heeft hij een grote invloed natuurlijk op jonge mensen. En het feit dat hij ja, zonder schaamte liet zien dat hij ook last van puistjes heeft. Zelfs zo iemand die dus. Eigenlijk alles tot zijn beschikking heeft: qua artsen en voeding en verzorging. Uh, dus dat, dat het eigenlijk heel normaal is. En um, ja, daardoor is eigenlijk ook die hele skin-positivity-trend ook op Instagram heel populair geworden. Waardoor ja, ook normale mensen, vooral vrouwen, hun ja, acnehuid laten zien. Uh, als tegenantwoord op alle perfecte plaatjes. Dus gewoon laten zien: ja, ik heb ook puistjes. Dat hoort er nou eenmaal gewoon bij. En dat is vooral heel erg positief omdat er heel veel vooroordelen over acne zijn. Uh, heel veel mensen denken dat je je gezicht niet wast. of dat je heel ongezond eet. of dat je alleen maar vet of suiker eet. Uh, terwijl het wetenschappelijk is bewezen dat voeding geen invloed heeft op acne. Misschien bij intoleranties, uh, maar in principe niet. En je krijgt geen puistjes van chocola of varkensvlees of iets dergelijks. Dus doordat steeds meer mensen laten zien dat zij geen perfect huidje hebben, zoals de gefotoshopte dames uh, in magazines, ja, wordt dat hele beeld van ja, een zuivere huid uh, ja, anders. Dus dat acne normaal als normaal wordt gezien. En er is wel een belangrijk verschil tussen body positivity en skin positivity, tenminste, dat denk ik. Uh, bij body positivity gaat het veel meer om het omarmen van je lijf, hoe het ook is. En dat eigenlijk het hele beeld van schoonheid, van mooi, wordt veranderd. Dus dat we dat met z'n allen ja, veranderen naar niet meer uh, extreem slank, maar dat alle vormen en maten er mogen zijn en mooi zijn. En dat betekent dus ook als je overgewicht hebt of niet aan de normen voldoet van de maatschappij. En ook als je ongezond bent, dan mag je er ook zijn. En het gaat juist om die diversiteit. Maar bij skin positivity denk ik dat het wel wat anders zit. Uh, als ik in ieder geval voor mezelf spreek en ik denk ook voor anderen, wil je alsnog wel van je acne af. Uh, het doet nou eenmaal gewoon pijn en het veroorzaakt littekens. En het is ook gewoon vervelend om te hebben. Maar dat betekent niet dat je het in de tussentijd niet wil accepteren en dat je er open over kan zijn. Maar ondertussen wil je er natuurlijk wel gewoon goed voor zorgen dat het minder pijnlijk wordt en dat het uiteindelijk misschien gewoon helemaal weggaat. Um, dus het is eigenlijk een balans tussen uh, acceptatie en ervoor zorgen dat het minder wordt. En je ziet ook veel voorvechters uh, binnen de Skin Positivity Trend op Instagram vooral ook veel ja, make-up dragen als ze, dat als ze dat willen om zichzelf mooi te maken. Uh, en ondertussen dus ook gewoon wel hun acne ook laten zien en hun huid goed verzorgen. En je ziet ook wel van die, van die meiden die hun hele acne verhaal delen en de progressie daarin uh, in laten zien. Uh, zodat er gewoon veel meer over wordt gepraat en over. ja. Dat het normaler wordt, maar dat het niet per se betekent dat je het alleen maar hoeft te accepteren en dat je er verder niks aan hoeft te doen. Terwijl dus bij Body Positivity het veel meer draait om volledige acceptatie en het helemaal loslaten van de dieetcultuur. Ik ben eigenlijk ontzettend blij met de skin positivity trend en dat ook mijn artikel daar onderdeel van mag zijn. Dat was eigenlijk onbewust, want op dat moment toen ik het artikel schreef had ik echt nog nooit van de trend gehoord. Ik wilde gewoon heel graag mijn, mijn verhaal en mijn ervaringen delen om andere mensen daar ook mee te helpen. Uh, maar dat maakt verder ook niet uit. Um, ja, ik hoop gewoon dat andere mensen... hun imperfecties, wat dan ook, wat het dan ook is... of dat nou acne is of iets anders... dat ze dat meer kunnen accepteren. En mijn belangrijkste les ook van het hebben van acne... dat schrijf ik ook in mijn artikel... is dat ik minder probeer te, oordeel over, te oordelen over anderen. Uh, want ja, ik heb ook vooroordelen. Dat is vaak onbewust en ik denk dat iedereen dat wel eens heeft... Um, en door wat vaker te denken dat je niet weet hoe iemand leeft, kun je ook niet oordelen over een ander zijn uiterlijk. Uh, ik eet dus ook behoorlijk gezond, maar ik heb op mijn 29ste dus ook nog steeds last van puistjes. En een ander kan ook gewoon goed voor zichzelf zorgen met voeding en slaap en sport en nog steeds overgewicht hebben. En ook gewoon heel erg gezond zijn. Dus overgewicht staat ook niet gelijk aan, aan gezondheid of ongezond zijn. Maar goed, um, acne en andere huidproblemen zijn ook niet altijd zomaar even te fixen met een pilletje of een bepaald crème of eetpatroon. Het kan ook hormonaal zijn of genetisch, en dat betekent dat je meer aanleg hebt. En het is ook niet voor iedereen hetzelfde. Um, soms hebben dermatologen ook niet echt een goed idee wat nou precies de oorzaak is en hoe ze het kunnen veranderen verhelpen. Het is iets bacterieels, uh, maar waardoor die bacteriën er zijn... is niet altijd even makkelijk te zeggen. En vandaar zijn er ook zoveel mensen met acne. Als er, als er nou echt een hele simpele oplossing was... dan was, was er al wel gewoon een soort pilletje, een soort paracetamol... tegen de acne uh, gekomen, maar dat is er ook niet. En er zijn heel veel mensen die last hebben van acne en daar erg onder lijden. Dus het is nog niet zo heel erg uh, eenvoudig... En inmiddels heb ik het zelf goed onder controle en uh, ja, heb ik af en toe wel wat puistjes, maar dat vind ik niet zo heel erg. En ik maak me er gelukkig nauwelijks uh, druk meer om. En uh, ja, ik, voor mij is de grootste winst dat ik uh, gewoon tevreden in de spiegel kan kijken. En ik hoop dat jij, ook al heb je helemaal geen last van puistjes, uh, ja milder kan kijken naar mensen met acne, dus minder oordeelt of minder een idee hebt van dat is raar of dat is slecht. En als je wel acne hebt, dat je ook dat meer durft te accepteren. En dat die skin positivity trend daar hopelijk uh, ook aan bijdraagt. Dat was hem, dat was alweer de tweede aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik heb de show notes op mijn site staan: suzandulling.nl. En daar vind je ook de media-items en mijn artikel over acne. Daar kun je alles terugvinden. Daar kun je ook feedback geven of mij vragen stellen. Dat kan ook via Twitter of Instagram. Je vindt alles via mijn naam, gewoon Suzanne de Link. En mocht je tof vinden wat ik doe, steun mij dan op Patreon. Dat kan al vanaf een euro per maand. En dan kan je mij steunen in wat ik doe, zodat ik nog veel meer inhoudelijke podcasts en artikelen kan maken. Of klik op de homepage... Van mijn site op de bol.com banner. En wat er dan gebeurt, zal je verbazen. <laughs> uh, voor nu vooral heel erg veel bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende. Doei!